stond weer in de basis. Was je verbaasd? Verbaasd, ja, je moet natuurlijk altijd klaar zijn om te spelen als het moet. Dus ja, verbaasd niet echt, maar wel gewoon ready voor als het moet. Hoe vond je dat het ging? Ik denk overal ja, wel gewoon een oké wedstrijd vanuit mijn kant en van de ploeg natuurlijk ook. Want je ziet in de eerste helft creëren we veel kansen. Eerste half uur gaat het eigenlijk wel ja, meer dan goed. En daarna valt het een beetje weg, maar ja, dat kan gebeuren. Als je even kijkt naar jouw cijfers. Eerste 14 wedstrijden stond je constant op het wedstrijdformulier. Toen nog onder de vorige trainer. Nu onder advocaat nog maar twee keertjes, zeg maar. De laatste wedstrijd was hier thuis tegen Topos in december. Dan zou je kunnen concluderen, de trainingswissel heeft voor jou niet goed uitgepakt. Nee, elke trainer heeft natuurlijk zijn eigen voorkeuren. Ik heb dan een aantal wedstrijden dan niet gespeeld. Nu is dat dan weer wel zo. En ik moet laten zien waarom ik er moet staan. Heb je het daar nog over met de trainer na afloop, bijvoorbeeld zoals afgelopen maandag, bijvoorbeeld op een dinsdag, van wat er eventueel nog aan markeerde of beter kan? Nee, niet per se. We analyseren het als ploeg zijnde. En ja, dan situatiegericht, dan hoor je wel wat er beter had moeten gebeuren. Zo. Teruggaan naar vorig seizoen, toen stond je vrijwel altijd vanaf het begin af aan in de basis. Dan moet het gevoel toch anders zijn op dit moment voor jou persoonlijk? Ja, het is wel even wennen. Maar natuurlijk, ik had na lange tijd weer echt minuten gemaakt, los van PSV in de competitie. Ja, het voelt anders dan dat je elke week speelt. Dat is het eigenlijk. Tegen Eindhoven hadden jullie te maken in eerste instantie met vijf verdedigers. De tweede helft hebben hun dat iets omgezet. Is dat dan een kwestie van dat het al aangegeven wordt in de rust wat je eventueel kunt verwachten? Of zijn jullie als spelers zo bij de hand dat je dat gelijk ziet? Ja, je moet het natuurlijk wel gewoon ja, over praten. Dat is ook gebeurd. En uiteindelijk, ja, ik denk dat we het beter hadden kunnen oplossen dan het afgelopen maandag is gebeurd. Maar daar leer je ook weer van. Goed, ik hoorde jou ook voor de Kamer van TV Westen zeggen van uiteindelijk is het gelijkspel wel de juiste verhouding. Ja, als ik nu terugdenk. Denk ik het niet, met de kansen die hun hebben gehad in de tweede helft. Maar dat was ik ook een beetje kwijt, kort na de wedstrijd, een beetje nog in de adrenaline. Dus ja, achteraf denk ik dat we geluk hebben gehad dat het 1 is geworden. 1-1 is geworden. Vrijdagavond die thuis tegen Willem II, uit een 1-0 nederlaag. Wat kun je nog herinneren van die wedstrijd? Willem II best wel dominant in de eerste helft. Maar dat lag ook aan het plan wat we toen hadden. Ja, en in de tweede helft niet heel veel gevaar. Alleen wel een tegendoelpunt gekregen en daardoor hebben we de wedstrijd verloren. Nu nog 9 wedstrijden te gaan in de vierde periode. Je bent begonnen met een gelijkspel. Ja, die derde periode uiteindelijk toch niet gepakt. Was de teleurstelling groot binnen de groep? Ja, zeker. Want je staat eigenlijk... Pole position eigenlijk. Ja, pole position zoals het zegt. Je kan een prijs binnenhalen om jezelf veilig te spelen voor de play-offs. En ja, nu moeten we vooral voor de vierde periode gaan en kijken of dat lukt. Maar we gaan er alles aan doen. Als je voor de vierde periode gaat, houdt dat uiteraard gelijk in dat je goed staat in de eindrangschikking. Ja, dat klopt. Wat is voor jou het meest reële? Die vierde periode pakken of toch via de eindstand die na-competitieplek veilig stellen? Het is hetzelfde, toch? Bijna hetzelfde. Bijna hetzelfde. Nou, we moeten zorgen dat we alle wedstrijden winnen. En uiteindelijk kijken waar we eindigen. Als we alles winnen en de concurrentie laat punten liggen, dan is 1+1 2 toch?